Wij gaan weer vuurwerk afsteken. We hebben mooie Belgische knallers gehaald. Jullie hebben dat in de vorige video kunnen zien in België. En daarvan gaan we de leukste dingen hier afsteken. We hebben best wel veel hier beneden liggen. Allereerst wat ik jullie wil laten zien is dat we weer gaan afsteken met MyPlasma aanstekers, jongens. We hebben hier de camo en we hebben hier de zwarte. We hebben trouwens ook de Pyro Taser nog. Moet je kijken. Die vind ik zelf echt vet, maar ik heb het doosje niet. Dus MyPlasma, als jullie dit zien, stuur even een nieuwe op. Voor de snelle mensen, Pyro Team Delft 2, slechts enkele keren geldig. En de normale Pyro Team Delft code, 10% korting, die blijft gewoon geldig. Ga snel naar myplasma.nl. Voor 5 uur besteld is morgen in huis. Maar laten jullie even nu zien wat we precies hebben. Hier een pakje Bison. 10 stuks. Dan hebben we hier de Zena Mammoth, 10 stuks. Het begint wel een beetje te regenen. Red Widow, grote vlinders. Mooi, die zijn echt groot, hè? Ja, zo vet. Ik ben benieuwd hoe die knallen. Dan hebben we dat pakje. Draai hem eens om. Oh ja, Zena Tweedo nummer 5. Lijkt bijna omlabeling. Zo, echt mooi, man, die grote. Ja, echt, hè? Misschien is het ook gewoon een omlabeling. Deze? Ja, we hebben die traapmatjes. 0,2 inch Celebration Crackers. Die hangen we ook even op. Dan hebben we heel die Italiaanse lijn, de Vespa. Kleine dingetjes. Doe me denken aan... Knallen niet heel hard, weet ik. Aan die zilverkerkers doen ze me denken. Ja. Hebben we de... ja, de Zanzara, de Colpo en de Pirata. Ja, dat is allemaal een beetje hetzelfde, hè? Precies, dit is met een streek op. En we hebben hier pijlenpakketten, die dus in Nederland dit jaar weg zijn helaas. Maar eigenlijk nu nog... legaal, want het is nog geen 1 december. Alles is van Funke. De Lilliput raketten van Funke. De Salut raketten van Funke. En de Silver Blitz raketten. En de Silver Blitz raketten. Die gaan we ook hier afsteken. Want we hebben buisjes gekregen. En die kunnen we dan mooi hier ergens in prikken. Nou, al met al begrijpen jullie wel, dit wordt een grote stookvideo. Want we gaan alles in deze video opstoken. Let's go. Ja jongens, we beginnen even met nummer 5. Tweedo nummer 5. Benieuwd? Dik longetje, man. Jezus. Wat dichtbij, hè? Horen dicht. Hier, doe dan... Die grote? Nee, ja, als vergelijking. Wacht even als ver. Ja. Met zilverlont. Je kan dat doen. Die smeut een beetje. Het begint gelijk te regenen, hè? Op het moment dat we stoken. Hier. Deze, drietje. Oké. Okay. Jou, jij maar even vast. Nummer 3. Nummer 3. Op zich wel goede knallen. Ja, zijn wel prima. Mammotje. Hou de vertrouwen. Hartstikke lekker. Hey. Oh, dit? What the fuck, man? Hoe dan? Hier. Nog een mammot? Kijk, voor de... Tegenwoordig is niet kijk uit voor het gips, maar voor de lontjes. Zo. Ja, ze vliegen, hè? Oh. Nog eentje. Ja, gek hè? Dingen zijn. Die zon. Ja, dat is wel lachen. Dat is een idee. Ja, die lontjes schieten weg. Ja. Echt voor uitkijken. Zullen we een... Nog even een paar. Met een mammot erbij. Je bison. Twee tegelijk. Lekker. Zo, ploffen. Gekke knal. Oh. Hier, heb je nog een bison? Zo. Jee, film maar even, man, bro. Ja, zo. Wat is dat? Nummer 3. Hey. Oh, een auto, man. Hallo. Kijk, net Maas, allemaal uw paspoort. Ja, het is gewoon legaal vuurwerk, hoor. Ja, ja.
staat hier wel minder natuurlijk. Voor mij geen probleem. Je mag mijn idee zien, maar liever geen foto's. En geen foto. En dan hoop ik dat ik jullie hier nooit meer zie. Dat is goed. Nee. Oké? Ja, dan moeten we maar even een andere locatie vinden, man. En eigenlijk heeft hij niks gezegd. Hij zei gewoon van, wat zijn jullie namen? Want dit is het natuur en dat mag niet. Buiten de natuur mag het wel. Ja jongens, volgende locatie. We willen er wel vanaf natuurlijk. Yes? Ja. Yes. Oh ja, kijk eens op die lontjes, gek. Zo, lekker dichtbij. Ja, zo. Ja, als je komt tussen de inlijst aan. Goeie stooksessie. Zo. Zo weer. Oh, die gaat naar de bom. Hey. Zo, de lont is gevaarlijk, jongen. Hey. Gekhuis, hè? Die pluim. I know. Goeie plek wel, hè? Ja man. Ik was snel. Pootje. Kijk die rook. Jullie liepen het pijl. Kunnen niet alle pijlen doen jongens. Misschien blijft hij staan. Ja, we moeten wel echt weg zijn, joh. Ja jongens, dat was weer de stookvideo voor vandaag. Helaas kwam er op de eerste locatie een man die zei dat we moesten stoppen met vuurwerk afsteken. En dat hij anders de politie zou bellen. Dus toen dachten we bij onszelf, weet je wat, geen problemen op de hals halen. We gaan gewoon gelijk stoppen. Op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, maar het begint een beetje donker te worden en te regenen. Dus we dachten bij ons van, we hebben die kleine Italiaanse lijn niet afgestoken, maar die hebben jullie wel allemaal kunnen zien in de vorige video, vorige afsteekvideo. De grootste dingen zijn op en is allemaal afgestoken. Binnenkort meer stookvideo's, dat beloof ik jullie, meer uploads. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.